privé vergaat het ballerina Igoné de Jong als de vrouw van Thijs Reum momenteel verre van gemakkelijk. Gelukkig had ze vandaag even een verzetje. De première van haar nieuwe dansvoorstelling Zin in Liefde, waar genoeg liefhebbers van ballet op afkwamen. Mijn dochter van 6, die is helemaal gek van ballet. Ik vertel net dat je aan ballet doet, toch? Ja, dat heeft ze van de moeder. En een beetje van de vader ook, die kan ook heel goed ballet. Ik ben hier met een balletdanser, model ook, ik heb met hem gewerkt. En hij gaat mij gewoon een beetje bijpraten over de kunst, want ik heb namelijk geen idee. Ik heb oprecht ontzettend nieuwsgierig naar wat ik zometeen ga zien. Ik was echt wel een goede balletdanseres, maar ik ging altijd de verkeerde kant op. Ik ben groot fan van Igoné, dus ik was heel benieuwd naar de tweede voorstelling, want de eerste heb ik nooit, helaas. Kunnen zien. Ik vind haar prachtig, want ik heb haar natuurlijk ook het Nationale Ballet gezien een aantal keren. Toen ze nog bij het Nationaal Ballet zat, wij hebben echt met z'n tweeën zitten huilen in de zaal. Ik ben heel erg benieuwd. Zin in de liefde. Ja, wie niet, hè? En dat in deze tijden. Het draait om liefde in het leven, dus ja, lekker op de zondagmiddag. Wij hebben ook enorm veel zin in liefde. Vooral met deze kou. Het is zo koud. Ja, zin in liefde, maar dat is dit iets te jong, hoor. Ja, wat meer van mijn eigen leeftijd. Ja, we zien heel veel vrienden en collega's, maar geen Igoné. Nee, het is de tweede keer al deze week dat ze wel ergens opduikt, maar toch wel via slinkse wegen en achter camera's door en zo. Vorige keer organiseerde ze nog een klein persmomentje en nam ze wel de dochter mee om vragen van pers te ontwijken die al te veel gevoelig lagen. En vandaag sneakte ze echt naar binnen via een andere deur en had ze helemaal geen zin in pers en eigenlijk ook niet in een première. Ja, waarom kom je dan, zou je zeggen? Nou, thuis is het ook niet zo heel gezellig op het moment, denk ik. Dus ze heeft er alles aan gedaan om in ieder geval wel haar voorstelling te laten zien aan de mensen voor wie ze dat heel graag doet. Veel vrienden van vroeger en pikant natuurlijk ook wel. Katja Schuurman, de ex-vrouw van haar huidige man Thijs Reumer. Die nog steeds onder vuur ligt. Het OM is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar hem en heeft al aangekondigd hem te gaan vervolgen voor in elk geval grensoverschrijdend gedrag online. En dat gaat in het nieuwe jaar allemaal zijn beslag krijgen. Ja, maar we zien dus even de beelden. Daar hebben mensen op Katja gelet, maar haar nieuwe vriend staat naast haar. Die staat er ook niet. Toch nog even één keertje kijken, denk ik. Schrijvershof. En die kennen we eigenlijk nu alleen van beelden op terrasjes en zo. Ja. Maar vandaag maakt hij echt zijn opwachting op de Rode Loper voor het eerst. En ja, naast Katja hoef je er geen zorgen over te maken dat je dan ook ongemerkt het pand binnen kan glippen. Dus dat ging hem goed af. En hij heeft zijn debuut gemaakt vanavond. En knappe verschijning weer. Zeker. Doet ze weer goed op, ja, hè? Ja. En de trotse opa Ron Bossaert zagen we even voorbij komen al. Die zagen we ook. Die is onlangs opa geworden van een jongetje. Een eerste kleinzoon. En van zijn dochter Naomi van 29. En we vroegen hem hoe dat bevallen is. Ik ben opa geworden en zij is tante geworden. Hè? Dat is ook hartstikke leuk, toch? Iedereen roept ook opa tegen mij. Terwijl ik me eigenlijk niet echt een opa voel. Maar het is natuurlijk wel fantastisch. Zo'n klein jongetje erbij. Ja, heel goed. Ja, heel leuk. Ja. Alles gaat ook helemaal volgens planning? Alles gaat prima. Ja, gaat heel goed. Dus, en ik moet mijn dochter nu ook als een moeder zien. Dat is ook nog een dingetje. Dat ik zeg, oh ja, ze is dan moeder geworden. Dus voor jou, jouw tijd komt ook nog wel. Hè? Ja. Heel schattig. Wat een jonge tante, hè? Nou.